Leuk dat je weer kijkt. Dit is het kanaal van wateetjedanwel.nl. Mijn naam is Suzanne en vandaag ga ik iets heel lekkers maken. Ik ga namelijk vegan bacon maken, oftewel faken. En ik trek alvast mijn schort aan en dan ga ik je iets vertellen over die bacon. Die bacon is namelijk op basis van rijstvellen. En ik heb door de jaren heen heel wat bacon geprobeerd na te maken, plantaardig. Onder andere op basis van wortel, op basis van tempeh, aubergine. Allemaal wel oké, maar er is er niet één die zo lekker is als die met rijstvellen. Dus ik raad je deze echt aan. In principe alles wat je ervoor nodig hebt kun je in de gemiddelde supermarkt kopen. Op één ingrediënt na, daar moet je echt even voor op pad. Je kunt het ook online bestellen, maar ik koop het zelf bij Amazing Oriental. Dus als je die nou in de buurt hebt, dan kun je daar terecht voor maar liefst 2 soorten. En dan heb ik het over liquid smoke, oftewel vloeibare rook. En met dit goedje geef je gerechten en snacks een rokerige smaak. En dat is echt de moeite waard. Je kunt het in dit recept vervangen door gerookte paprika poeder, maar dan krijg je echt niet het effect wat je eigenlijk wil. Met dit. Dit is echt een aanrader. Dus ga hier vooral voor het pad mocht je het willen maken. Het is het waard. Een flesje kost rond de 5 à 6 euro. Maar het is heel geconcentreerd. Je hebt maar een klein beetje nodig. Dus het is het echt waard wat mij betreft. Wat heb je nog meer nodig? Nou, rijstvellen. Die kun je in principe in een supermarkt kopen. Maar ik raad je aan om daarvoor naar de Aziatische supermarkt te gaan. Want daar vind je namelijk deze vierkante rijstvellen. En in de supermarkt zijn ze rond. En voor deze bacon gaan we deze vellen in stroken knippen. En dan is het wel zo handig om vierkante vellen te hebben. Het kan ook met ronde vellen. Maar als ik even kan, gebruik vierkante vellen. Maple syrup. Edelgist vlokken. En ik heb een hele grote pot, want ik ben er echt dol op. Pot is ongeveer zo groot als mijn hoofd. En het ziet er niet echt heel lekker uit en het klinkt ook niet lekker edelgist, maar ja, het zorgt ervoor dat gerechten een smaak en geur van kaas krijgen. Een heel lekkere, hartige smaak en die hier echt heel goed bij past. Dus dit kun je in principe in de supermarkt kopen, maar ik raad je aan om daarvoor naar Holland & Barrette te gaan. Die hebben echt de beste en dat is niet gesponsord, maar echt mijn eigen mening. Oké, verder heb je nodig sojasaus. Daar kun je gewoon iedere sojasaus voor gebruiken die je in huis hebt. Ik heb die van de Aziatische supermarkt. En je hebt olie nodig. Je kunt olijfolie gebruiken of wat voor olie je maar wil. Ik gebruik gewoon zonnebloemolie, gewoon de goedkoopste van de supermarkt. En tenslotte heb je nodig zwarte peper en paprika poeder. En in het recept gebruik ik Amerikaanse eenheden om aan te geven hoeveel je moet gebruiken. En een misverstand is dat een tablespoon bijvoorbeeld evenveel is als een eetlepel. En dat is niet zo. Net als dat een teaspoon niet hetzelfde is als onze theelepel. Dus ik raad je wel aan om dit soort maatlepels aan te schaffen. Kun je gewoon bij de IKEA kopen of bij de Action, dat soort winkels, de HEMA. Het kost bijna niks en je hebt er echt plezier van. Oké, ik ga je nu laten zien hoe je het maakt. En je begint trouwens met het voorverwarmen van de oven op 200 graden. Ik ga beginnen met de marinade te maken voor de rijstvellen. En daarvoor heb ik 2 tablespoons olie nodig. En dan heb ik 3 tablespoons sojasaus nodig. En 3 tablespoons edelgistvlokken. En dan een halve teaspoon met liquid smoke. En een halve tablespoon met maple syrup. Volgens mij ga ik precies een flesje opmaken. Ja, ik heb precies nog genoeg. En dan nog een snuf, een flinke snuf zwarte peper. En een flinke snuf met paprika poeder. En vervolgens ga ik alles goed doorroeren met een garde. En dan heb ik 2 schalen nodig. Ik gebruik 2 ovenschalen. En dan doe ik het ene mengsel doe ik in de ene schaal. En de andere schaal heb ik gevuld met heet water. En dan ga ik de rijstvellen in stroken knippen. Ik begin eerst met een stuk of 5 rijstvellen. En dan zie ik wel even hoe ver ik kom. En het fijne van deze rijstvellen is dat ze ook van die ruitjes hebben. Waardoor je kunt tellen elke 4 ruitjes bijvoorbeeld een strook moet zijn. Dan heb je echt gelijkmatige rijstvellen. Zo, die leg ik ernaast. Dan heb ik hier een bakplaat met een vel bakpapier. En dan pak ik 2 stroken en die leg ik op elkaar. En dan hou ik ze zo vast met mijn duimen zo aan iedere uiteinde zo vasthouden. En dan hou je hem onder het water. En dan zie je vanzelf totdat hij een beetje zacht begint te worden. En dan doe je met je vingers zo het overtollige water eraf. En dan haal je hem door de marinade. En dan leg je hem op de bakplaat.
En dit herhaal je met alle stroken. Dus eerst in het water en dan haal je het overtollige water haal je er zo af. Door de marinade heen. Klein beetje laten uitlekken en dan hop op de bakplaat. En dit is echt zo'n klusje waar je het beste gewoon even lekker een podcast of zo op kunt zetten. Of een muziekje of de radio. Oké. Nou, ik ga hierna nog eentje doen. Dan is de bakplaat wel vol. Zo. En deze gaan nu voor 7 minuutjes ongeveer in de oven. Die dus voorverwarmt op 200 graden. Zo ziet het eruit als het uit de oven komt. En misschien hoor je het, het sist helemaal. En ik ga het nu op een rooster leggen, zodat ze kunnen afkoelen. Nu zijn ze nog helemaal slap. Maar als ze afkoelen, dat kan het best op een rooster, dan worden ze knapperig. Dan worden ze lekker krokant. En zo ziet dat er dan uit. Nou, dit zijn ze dan. Ziet het er niet heerlijk uit? Het ruikt heerlijk. En ik weet dat ze ook heel lekker smaken. Laat ze dus vooral afkoelen, want dan worden ze dus crispy. Oké, ik ga hem nu proeven. This is the good stuff, echt waar. Maak dit. Doe jezelf een plezier, maak dit. Heerlijk. Ik heb dit al heel vaak gemaakt, maar het gaat nooit vervelen. Je kunt het gewoon zo snacken. Maar ik heb het toen ook gedaan op een broodje van McDonald's. Egg McMuffin met bacon. Zo lekker. Ik zal het recept hieronder zetten. Volgens mij is het ook heel lekker als BLT. Dus een bacon lettuce tomato sandwich. Dit bacon, dit is de beste bacon tot nu toe die ik ooit heb gegeten. Vegan natuurlijk. Ik hoop dat je het leuk vond. Bedankt voor het kijken. Mocht je dit ook willen maken, dan kan dat. En het staat op wat eet je dan wel hoe je het moet maken. Als je het hebt gemaakt, tag me op social media. Vind ik super leuk om te zien. En gebruik de hashtag van wat eet je dan wel. Want er staan alle posts bij elkaar. En dat is wel zo overzichtelijk. En dan kan ik het dus makkelijker zien. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doeg!